tijd om mensen te verbazen met een unieke, supersnelle, ongelooflijk bizarre goocheltruc. Rob belt aan bij willekeurige voordeuren en verrast hen met zijn kunsten. Goedemiddag. Goedemiddag. SBS 6 aan de voordeur. Dit is een nieuw programma, dat heet Goochelen aan huis. Kijkt u wel eens naar goochelen op televisie? Ja, nou, mindfuck. Ja, precies. Ja. Heel veel mensen die zijn van mening dat die mensen die meedoen, dat het acteurs zijn. Goochelen aan huis biedt de mensen thuis de kans om ook eens een keer goocheltruc mee te doen. Zodat u zeker weet dat het niet nep is. Ja, dat is een grote. Nou ja. Ja? Ik heb hier 52 kaarten. Die zijn allemaal verschillend, ziet u wel? Ik ga u zo meteen vragen om één kaart te kiezen uit het pakje. U mag hem ook eerst even schudden als u wil. Dan schud jij eens even. Van hier, man. Zo. Ja, ga ik even weg. En dan mag u er één kaart uitpakken. Ja, die heb ik. Laten we even aan elkaar zien aan de camera, aan de mensen thuis. Dan stopt u hem weer terug. En dan kom je terug. Dank u wel. Als u wist. En dan ga ik het volgende doen. Let op. Zag u het gebeuren? Nee. Nee, dat is ook precies de bedoeling. Zo. De bovenste kaart is uw kaart geworden. Dat is namelijk... Nee. Nee. De ruitervrouw. Nee. Huh? Ik ken niet goochelen. Oh, dat is nog nooit gebeurd. Dat het fout is gegaan. Ja. Dit is hem. Ja, schoppen 9. Ja. Weet je wat dat doet? Dan stop ik hem even terug. En dan pakken we het even een stukje terug. En dan doet u net alsof u heel verbaasd bent dat het gelukt is. Ja. Ja, ja. Ja, vindt u, ja. 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 Vindt u dat goed? Of? Ja, nee. Ja, je gaat je gang, maar. Oké. Nou, dan weet u wat ik dan doe? Dan, als we dan toch gestopt zijn. Wat is uw naam? Jan. Jan. Ja, nou, dank u wel voor het schudden. Kijk, wat er dus nu is gebeurd, is dat in dat spel met die 52 verschillende kaarten, ja. Bij één kaart is omgedraaid. Kijk. En nu vraag ik u voor het eerst, wat is uw voornaam? Jan. Jan, dat had ik u nog niet gevraagd, hè? Nee. Pakt u deze kaart dan maar eens uit en kijkt u maar eens wat erop staat. Oh. Ja, staat erop. En heet u Jan? Ja, dat klopt. Laat hem maar zien in de camera. Wat vindt u ervan? God, dit is hoe is het mogelijk? Echt? Ja. U staat er ook helemaal van te kijken, mevrouw. Nou, nee. Ja, wel. Ik snap het niet, hoor. Oké. Okay. Ja, weet u wat we doen? Laten we dit ook nog even opnieuw doen. Dat u even echt helemaal verbijsterd bent. Wat er nu is gebeurd, is dat er in dit spel met 52 verschillende kaarten... één kaart is omgedraaid. Omgedraaid, ja. En dan vraag ik u nu voor het eerst uw naam. Wat is uw voornaam? Jan. Jan? Ja. Jan, pak deze kaarten maar eens uit en laat hem maar zien aan de mensen. Jemme. Dat was goed. Is het uw hand? Ja, ja. Ik ben gewoon verbaasd. Echt. Zo ziet u maar, aan de deur wordt u nooit genept. Ja. Doei. Hè? Dat had ik niet verwacht. Goedemiddag. Goedemiddag. Mag ik u iets vragen? Altijd. We zijn van SBS6. Wat een verrassing. Van een nieuw programma Goochelen aan huis. Ja? Nou, kom maar op. Ja? Nou, wat goed. U mag ze van mij even schudden. Dan draai ik me even om. Je hebt geen oortje in? Nee, geen oortje in. Ja? En dan ga ik het volgende doen. Dan zul je zien dat de bovenste kaart, de klaverenboer, uw kaart is. Nee. Nee? Nee. Oh, wacht, stop even, jongens. Wat was niet de kaart? Nee, harten. Dat heb ik nog nooit meegemaakt, ook dit. Zou het zo kunnen doen dat ik dan even uw kaart opzoek, dat ik die er dan uithaal, dat we dan doen alsof het wel goed is gegaan? Ja, best. Ja? Flauw eigenlijk. Wat zegt u? Dat vind ik een beetje flauw. Het klopt of het klopt niet. Ja, het klopt of het klopt niet. Ja, is dat zo? Ja. Wat zegt u ervan? Ja, ja, fair play is het niet dan, hè? Nee. Maar als, dan haal ik hem... daar niet voor lenen. Dan haal ik hem... Dat moet jij zelf weten. Dan haal ik hem er even uit en dan zeg ik, God, dit is uw kaart. Dan zegt u nou... Ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Goed, we spelen een spelletje dan. Wat was uw naam? Henk. Oh, Henk. En als ik het spel dan opendraai... dan ziet u... dat er... één kaart... andersom in het spel zit... En dan vraag ik u iets wat ik u nog niet heb gevraagd. Wat is uw voornaam? Henk. Henk, pak maar eens de kaart.
Nou, ik krijg nou wat. Ja, dat is hem. En wat staat erop? Ja, ook dat nog. Ja, mijn eigen naam. Ja, nou, dat is inderdaad... Magic. Toch? Ja, ja. U staat ervan te kijken, ja. En, klopt je mensenkennis een beetje bij deze video? Klik dan duim omhoog. Wil je meer video's zien? Klik dan hier. En vergeet je hieronder niet te abonneren op ons kanaal.